bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn in deze video komen we aan in Blanes. En je ziet wat we daar gaan doen. En dan daarna rijden we, even kijken, de volgende dag rijden we richting Cambrils. Waar we wat langer hebben verbleven. Ja. Twee. Ja. Het geheugen is een beetje in de vakantiemodus. Dus daar heb ik wel vaker last van trouwens. Maar ja. Ja, nou wel hartstikke mooi weer. Ja, het was goed weer toen. En we hebben ook wel even wat ondernomen qua fietsen en zo. Ja, de fiets naar Cambrils gegaan. Daar rond gekeken. En daar weer verder gegaan. Lekker gegeten en gedronken en zo. En, ja, zoals de meeste van, kijkers wel eens eerder hebben gezien. Nou, we hebben weer nieuwe kijkers erbij. Ongelooflijk, echt helemaal top. Fijn, hartstikke leuk, welkom. Ja, ja. Dus daar zijn we heel erg trots op en heel erg blij mee. Dus ja, ik zou zeggen blijf kijken. En als je nog niet geabonneerd bent, ja, het is gewoon gratis. Je kan het gewoon doen. En dan ja, kun je ons gewoon blijven volgen. Als je op het belletje klikt, dan krijg je ook nog eens een keer een seintje. Vind je de video leuk? Dan een duimpje omhoog. Nou, veel plezier met het kijken. Oké. Let's. Best rustig. Na 200 meter rechts aanhouden op Calle del Maresme. Plaats, hoor. Ja, kijk, lekker. Kijk, vlakbij het strand te zijn. Stel naar beneden. Kijk, daar de zee. Kijk, dat is een mooie blauwe zee. Er zat hier. En even richting het strand. De zee. Uitwaaien.
Kijk hier. Oud beestje. Groot hoor. Nou. Oh, nee, daar kun je niet heen. Hier kun je wel af. Maar nou, lopen die. Het lijkt wel een kampeerterrein, jong. Oh, lekker die zon. Hè? Al dat. Ik kan eigenlijk mijn jas gewoon uit. Al die regen die we gehad hebben in Nederland. Hè? En onderweg en sneeuw. Onderweg, ja, sneeuw. Het is wel vluchten voor het weer. Hè? Nou ja, dat is vaak zo. Nou, we gaan eens even rondkijken. Nou. Lekker. Kijk. Zon, zee, strand. Nou. Wil je nog meer? Nou ja, we hoeven niet altijd alleen maar zon, zee en strand. Maar nee, dit is wel even lekker. Ik wou zeggen, maar even. Om te starten is het wel even heel leuk. Nou, we gaan eventjes een stukje flaneren. Ik heb me toch honger? Oh nee, trek. Trek heb ik. Nou, eens even kijken of er ergens wat te eten is. Hè? Of kant lopen op. Zeg jij het maar. Jij bent altijd heel goed in de weg. Ik ken de weg hier ook niet, dus zeg maar. Ik weet niet. Ja, die kant op. Even goed onthouden waar we uitkomen. Hotel Horizo. Okay. En die kant op. We gaan weer rijden, maar Mario heeft een bijrijder en hij wilde eigenlijk niet vanaf. Dus ja, ik denk dat het heel makkelijk rijden wordt zo. Ja, sturen lastig. We gaan op weg naar Cambrils. Ja. Kijken hoe het daar is en dat we een beetje het zonnetje blijven. Ja, ja, want we hebben op een of andere site gezien, maar het is een van Spanje vandaag, ik weet niet of dat wel echt is, dat het in deze regio zelfs nog ook kan gaan sneeuwen. En nou, daar zitten we echt niet op te wachten. Dus we vluchten steeds verder naar het zuiden. Ja. Zon achterna. Sla rechtsaf naar Carrer d'Antoni Gaudi. De zon is er wel. Maar ik ga deze passagier, want we gaan van de parkeerplaats af, deze passagier even van mijn schoot afgooien. Hier komt ie. Hij zit wel lekker voor mij. Hoppakee.
Nou, kom maar. Helemaal om haren. We gaan. Verlaat de rotonde naar Carretera del Park Sana. Blijf 1 kilometer doorrijden op de T314. Hallo. Nou, we zijn aangekomen op het plekje wat we gereserveerd hadden. Voor het eerst, voor de zekerheid. Maar het is... prima te doen, er zijn nog genoeg plekken. En hele vriendelijke ontvangst. Het oogt nog wel wat rommelig, maar toch vind ik het wel hele vriendelijke ontvangst. En ja, ze hebben wel alles een beetje wat je moet hebben. Je kan water pakken, je kan lozen daar zo, plekje. Daarachter waar je de campers onder de aftak ziet staan, campers en een caravan, daarachter zit een douche. We hebben de stoelen buiten gezet, zonnetje schijnt, de toren die ligt lekker buiten. We gaan er even lekker van genieten. En daar achter zien we de zee, schijnt een kilometer of 5 te zijn. En het stadje 2,5. Lekker veilig plekje. De poort gaat dicht. Dus is even weer wat anders dan gisteren waar we stonden. Maar goed. We hebben de camper wel goed beveiligd. Maar dan nog. Nou, nog een rondje weg. Met een dikke wolk. Een rookplankje. En even lekker genieten. Zo, dat is nog een echte oude diesel. Bobo. Straks ook even de garage een beetje opruimen weer, want fietsen gaan er nog even uit. Straks even fietsen denk ik. De boel verkennen. Het staat wel een beetje scheef. Maar op een of andere manier geeft het kompas anders aan. Kompas. Hoe mij dan? Ik bedoel de waterpas. En ik zou zeggen dat we met de neus omhoog staan. En volgens de waterpas staan we met de kont omhoog. Nou, schiet mij maar lek. Maar ja, ik vind het wel goed. Als ik het gevoel heb dat ik met mijn hoofd een beetje omhoog ligt, dan vind ik het goed. Nee. We gaan even lekker zitten. Nou, we gaan even een eindje fietsen in
Cambrils, hè? Ja, richting Cambrils en naar de zee. Ja. En buiten ligt er alweer in te piepen. Die wil ook mee. Ja. Fietsjes dan klaar. Helmen liggen klaar. Nou, fietsen maar. Zo, daar gaan we dan. Off the road. Bij een rivier, Rambla. Het zal wel hobbelen zijn met de camera. Juiste spoor. Er komt een paar auto's aan. Uit, want de gobbel zal niet fijn zijn. Hier lopen een paar wilde honden. Of in ieder geval zwerfhonden. Hier lopen er meerdere. Ik weet niet of ze te zien zijn. Maar ze zijn in ieder geval niet agressief. Ze hebben ons hondje ook bij. Dus dan, eventjes denken van gaat dat goed? Nou, ik zet hem eruit, want het zal wel veel te veel wind zijn. Nou, ook een fietspad gevonden. Ik weet niet of het heel erg waait, maar ja, het waait wel, maar ik bedoel of dat jullie het horen. Goed, ik wil het toch heel even laten zien. We zijn bijna in Cambrils, of we zijn er geloof ik al wel. We gaan het centrum opzoeken in de zee. Ik heb net even de camera uitgezet, want het was zo aan het waaien en aan het trillen. Ik haal jullie even van het stuur af. Huppakee. Hallo. Nou, we zijn bij de zee. Er staat best wel wind. En het is, het scheelt wel 10 graden of dat je in de schaduw bent, of tenminste, qua gevoel. Of je in de schaduw bent of lekker in het zonnetje. Maar ja, dat. We gaan eens even kijken of we iets op kunnen zoeken. Waar we even iets kunnen drinken of zo misschien. Even rondlopen. Lekker cappuccino. Het is koud. Het is koud in Spanje. Nee, maar het zonnetje schijnt. Ja. De lucht is blauw. Ja, ja, dat is wel zo. Even verder kijken. We gaan er! Ja!
kort doen. Heel kort. Ik ga even een cappuccinootje drinken. Help jou. Hallo, daar zijn we weer. Ik zou nog eventjes wat meer laten zien van deze camperplaats. En er staat op de site dat er maximaal 5 plaatsen zijn. Maar er zijn er meer. En ik zal jullie even een rondje doen. Nou, zoals ik al zei, staan er veel meer campers dan 5. Er staan al heel andere, 7 Nederlanders, geloof ik. En hier staan wij. Er zijn leuke zitjes gemaakt hier buiten. Het is een voormalige, of misschien nog steeds, geen idee, transportbedrijfje. Hier kan je zitten. En daar heb je wasmachines. En ik zal daar even naartoe lopen. Nou, ik loop even naar de badkamers. Douches. Het eigenlijk. En dat is mooi, staat er een open. Nou, hier kan je je zwart water lozen. Dit is een badkamertje. Het is oké. Het is... niet super, maar het voldoet en wij vinden het prima. We kunnen het er prima mee doen. Kijk, een andere douche. Hier kan je afwassen. En dan loop ik even richting de wasmachines. Hier kan je het vuil kwijt. Deze mag wel even geleegd worden. En hij heeft ook het een en ander een opslag van campers en caravans. Dat kunnen we hier wel zien. Hier lopen we richting de wasmachines. En daar kun je zitten. Nou, dat was die weer. Goed te doen, we blijven nog een nachtje.